Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Leuk dat jullie kijken naar deze weekvlog. Vanmorgen zijn we druk bezig geweest, zoals mensen momenteel lekker foto's aan het editen. En ik ben heerlijk bezig om de video te renderen. Daarom loop ik nu ook eventjes naar buiten, want ik moet even boodschappen doen. We zijn helaas op mijn boodschappen, dus die moet ik even bijvullen. Maar ik dacht, ondertussen is hij toch 40 minuten aan het rennen, kan ik net zo goed nu eventjes gaan. Jasmijn is lekker aan het editen, zoals ik zei, Nova is er al. En we hebben vandaag een lekkere dag. En we hebben zometeen nog iets heel spannends om jullie te gaan vertellen. Maar dat zometeen even met Jasmijn samen. Maar lekkere week, lekker goed begin van de week. En even een stukje lopen nu. Oké, we hebben heel goed nieuws. Ja, ik vertelde net toen ik onderweg was dat wij iets excites hadden. En dat is nu geweest. Ja, want we hebben een huis. Dat is zo bizar. Ja, we hebben jullie niet heel veel kunnen vertellen nog daarover, omdat we het niet helemaal zeker wisten. We zijn al een paar weken eigenlijk ermee bezig. Ja, want maar het was elke keer heel spannend of wij wel in de selectie zaten. Want er was eerst nog een andere partij die ook interesse had. Maar die heeft er afgelopen zaterdag van afgezien. Maar dus dan moesten we nog even uitzoeken of wij wel... of het gaat voornamelijk, het staat op mijn naam. Ja. En ik ben natuurlijk ZZP'er. Dus dat is altijd een beetje spannend voor iemand die iets verhuurt. Maar ik kan gewoon garant staan voor de borgen en dergelijke. Dus ze vertrouwde het en ze wou de gok wel nemen. Want ze had even onderzoek naar me gedaan. En ze was heel enthousiast en ze vindt het heel leuk dat ik daar kon wonen. Maar ja, maar de afgelopen dagen waren zo spannend, leuk. Want we hadden al wat dingetjes gehoord, zeg maar. We hadden al wat dingen uitgestuurd. Alleen reageerde zij elke keer niet, zeg maar. Nee. Maar dat was dus een beetje spannend. Dus wij zaten allebei van, ja, we hebben er zin in, we willen ja, het weten. Kom. En toen was, vandaar dat we ook gisteren naar de Quantum waren geweest. Omdat we eigenlijk al verwacht hadden, want we kregen in één keer bericht dat degene ging tussen twee mensen, wij en iemand anders. Ja, en die andere zag er dus vanaf, maar we wisten niet zeker of ze dan ons wel bouwden. Dus dat was natuurlijk ook even spannend. Ja, dus als mijn die had gebeld, of ze had ons gebeld en boem. En het leuke is, en dat komt het, we gaan naast Marjolein wonen. Ja, dat is super gezellig en dan dus weten we ook gewoon wie we naast ons hebben zitten. Dus dat is super fijn als je dingen even moet overleggen, dus ja. Dus wij gaan ook verhuisvlogs maken. Ja. Zoveel zin in? Yeah! Het is al een tijdje later. Het is inmiddels 3:15, geloof ik. Ja. Ja, zegt Jasmijn. 3:15. En Nova is momenteel naar huis gegaan. Want Jasmijn en ik gaan zo meteen weg. Wij gaan naar Jasmijn naar huis toe. Want we willen eventjes boven op zolder kijken wat we allemaal al hebben. En wat we allemaal willen meenemen. Dan kunnen we daar al een soort van lijstje van maken. Zodat ik ook weet, zeg maar, hoe en wat ik morgen... Of, dan kan ik vanavond ook gaan kijken wat ik thuis heb. En dan weten we nog wat we moeten kopen. Wat we nog moeten halen. Wat we belangrijk vinden. Dus dat is in ieder geval natuurlijk heel erg fijn. Dus dat gaan we zo meteen lekker doen. Daar heb ik ook heel veel zin in eigenlijk. En het leuke is, morgen hebben we afgesproken met onze... met degene, zeg maar, die nu nog... Ja, de huidige bewoonster, dankjewel Jas. Met de huidige bewoonster. Daar hebben we mee afgesproken en dan gaan we eigenlijk ons echte huisje echt zien. We hebben net al wat foto's toegekregen, want eigenlijk hebben we het een soort van blind gehuurd. We wisten wel dat het bijna hetzelfde was als wat Marjolein had mij dan gespiegeld. Maar nu hebben we ook foto's kunnen ontvangen, dus dat was sowieso natuurlijk heel erg fijn. Maar morgen gaan we daar eventjes kijken. Dan gaan we ook een paar afspraken bijvoorbeeld over de vloer alvast maken, dat soort kleine dingetjes. En daarna gaan we waarschijnlijk nog naar Marjolein toe, dan gaan we daar nog even chillen. Dan gaan we nog even gezellig kletsen natuurlijk, want het is onze nieuwe buurvrouw. Dus dat is in ieder geval superleuk. Dus dat staat morgen op de planning. Misschien dat we morgen bijvoorbeeld nog eventjes snel daarvoor nog even naar de winkel kunnen om nog eventjes iets te kijken. Bijvoorbeeld Casa of zo. Dus daar kunnen we natuurlijk allemaal naar kijken. Dus dat gaan we weer doen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Maar we gaan zo meteen eerst naar Jasmijn naar huis toe om te kijken wat zij allemaal heeft. Hele avond ben ik druk bezig geweest met allemaal dingen alvast uitzoeken. De laden zijn in principe allemaal uitgezocht. Ik heb hierachter de tijdschriften allemaal redelijk uitgezocht, zeg maar. Hier staan nu alleen nog maar mijn magazines waar ik zelf in sta. En voor de rest zijn het allemaal magazines die ik gewoon had voor de leuk. Maar die ga ik even kijken of ik ze ga lezen deze week nog. En dan gaan ze gewoon mee met oud papier. Want het zijn zulke oude edities, daar kan ik niemand meer blij mee maken. Of misschien gaat het naar de kringloop, dan moet ik nog eventjes kijken. Het zijn voornamelijk Focus en dergelijke. En het is nu ongeveer 10:30 en ik ga nu lekker afronden en dan zo lekker richting bed. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag dinsdag. En ik ben zoals je ziet in de studio. Het is ongeveer 9:30. En ik ben al in de studio, want ik was vanmorgen iets eerder klaar. Dus ik dacht, nee, ik ga iets in de studio. Dat is mijn komt en ze is momenteel aan het fietsen. En we hebben vandaag een hele leuke dag, want we gaan vanmorgen eerst eventjes werken. En om 3:00 hebben we een meeting met de nu-bewoonster, zeg maar, van eigenlijk ons huis. En dan gaan we kijken. Dan gaan we eventjes misschien wat sneaky shots maken voor deze vlog. Voor een andere vlog. En dus dat gaan we doen. Dan gaan we nog even naar de buurvrouw Marjolein.
gaan we nog eventjes daar even chillen. En dus dat is heel erg leuk. Dus we gaan een halve dag werken, denk ik. En de halve dag lekker bezig met ons huisje. Daar ben ik heel erg blij mee. Dus ik ga zo meteen. Ik heb alles aanstaan. Je hoort de waterkoker al. Dus we gaan lekker werken vandaag. Inmiddels zijn we onderweg voor een bezichtiging en we gaan nu lekker daar even kijken en we hopen jullie mee te kunnen nemen. Zo, ik heb zojuist helemaal mijn kledingkast een beetje uitgezocht, zodat in ieder geval de items die ik niet meer wil of weinig draag er vast uit zijn, zodat ik die niet onnodig ga mee verhuizen. Maar voor de rest zit alles nu lekker in de vuilniszak. Nog wel even helaas op mijn kamer, maar goed, ik heb hier nu meer vuilniszak staan, zodat ik alles straks makkelijk in één keer weg kan doen. Maar in ieder geval weer een stukje uitgezocht. Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag of dinsdag? Woensdag. Het is woensdag. En Jasmijn, zoals je ziet, wordt heel veel gespamd. Ik ben momenteel samen met Jasmijn en Nova in de studio. Vanmorgen is mijn familie geweest. Heel erg leuk. Die hebben een cadeautje gegeven al voordat we gaan samenwonen. Die hebben namelijk een waterkoker. Die hebben wij van hun gehad. Super lief. Dat was heel erg leuk. Dus mijn neef en de vriend van mijn nichtje, die waren hier eventjes in de studio. Daarna zijn wij, ben ik bezig bellen. Want we zijn bezig geweest om ook met IKEA, voor IKEA wat dingetjes te halen. En we hebben op Marktplaats iets gevonden. Onze eerste meubel vol in ons huis. Dus dat is super leuk. Dus die gaan we vanavond ophalen in Zwolle. Dus dat gaan we lekker doen. En dat is voor een bureau voor de iMac, dus dat is ook heel erg gaaf. Daar hebben we een goede prijs voor kunnen betalen, dus dat is top. Jasmijn wou hem heel graag, die betaalt Jasmijn ook. We hebben goede afspraken daarover gemaakt. Ik heb momenteel een baantje gevonden in het centrum van Deventer. Want ja, er moet natuurlijk ook gewoon geld binnenkomen en we willen gewoon zekerheid hebben. Dat betekent dat ik en Jasmijn gaan folders lopen in het centrum van Deventer. Echt op een paar minuten af, echt, de wijk zit middenin waar wij wonen, dus dat is echt top. Gewoon anderhalf tot twee uur maar in één, maar per week. Eén keertje, dus dat is super, dus dan verdienen we toch weer 80 à 90 euro. Dus dat zou toch weer lekker zijn. Dat scheelt weer. Dus die hebben we aangemeld. Dus per 15 december kunnen we daar bezig mee gaan. Dus dat is top. Dus dat hebben ze net geregeld. Jasmijn en Nova hebben net productfoto's lopen maken. Dus dat hebben we ook al gedaan. Het is best wel een drukke dag eigenlijk vandaag. Oké, there happened a lot. We zijn vanmiddag naar Tom's huis gegaan nadat we hebben gekringloopt. Bij de kringloop helaas niks gevonden. Maar Marktplaats is inmiddels niet meer veilig voor ons. We zijn volop aan het zoeken. En zo vanavond ook weer. Een hele goede morgen. En welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag. En beneden staan nog kleutjes op ons te wachten, want ja, we mochten de schoen zetten. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Dus dat is ook weer waarom we eigenlijk filmen. We kunnen zo meteen even snel filmen wat we allemaal hebben gekregen. En mijn ouders hebben ook nog iets leuks voor ons gisteravond geregeld. Wat had ik gisteravond? Wat dit? Oh nee, die had ik nog niet. We hebben alweer een, wat is het? Cake voor kieskanaal. En een taartvorm. Ik doe het even zo, want anders flikkert die bodem eruit. Maar een taartvorm, dus die hebben we allebei alweer gekregen. Dus dat scheelt weer. Dus dat is top. Serieus? Er zit ook nog wat in. Zet het even uit jouw schoenen. Hé, eierdopje. Hé. Hey. Ik ben al nog eentje. Kijk hoe leuk. Hé, cadeautje. Cadeautje. Nou, superleuk. Er zetten twee van die kastkalenders in, decemberkalenders. Het is eigenlijk standaard dat we die altijd krijgen met Sinterklaas. Maar superleuk. Mijn ligt al boven en deze neemt Jasmijn mee naar haar huis. We hopen natuurlijk dit bedrag te kunnen krijgen. Dat is natuurlijk altijd het doel, maar ja, dat weet je natuurlijk nooit. Jasmijn en ik hebben wel eens wat geld verdiend mee, maar niet zoveel. Maar dus deze hebben we gekregen, superleuk. We gaan nu momenteel naar de studio en dan gaan we werken. Wij zijn momenteel in de studio, zoals Jan Jasmijn haar aanslagen wordt een stuk aan het typen. En wij hebben vandaag nog eventjes wat dingetjes te doen. Het valt mee wat we te doen hebben, meer van die kleine taakjes. En iemand zou eigenlijk foto's moeten opsturen die wij opnieuw moeten bewerken, zeg maar, of in ieder geval iets aanpassen, maar dat heeft ze nog niet gedaan. Dus dat betekent dat we voor één klant dat wel moeten doen, maar daar zijn we echt een uurtje mee bezig. En dus verder zijn we wat dingetjes aan opvulling aan doen. Ik ben even bezig met de website, even een aantal mensen appjes sturen. We zijn nu aan het regelen dat we magazines binnenkrijgen volgende week.
Daar staan wij momenteel in met twee verschillende series. Dus daar zijn we nu aan het proberen of wij gratis magazines ervan kunnen krijgen. Zodat we die kunnen gebruiken natuurlijk. Dus dat zijn we nu aan het regelen. En verder gaan we dus maar nog even de foto's editen. En dan gaan we zo lekker nog even naar de supermarkt lopen. Want we moeten ook gewoon boodschappen halen. Want we moeten ook lunchen. Jasmijn en ik zijn lekker bezig geweest. Jasmijn heeft de foto's af kunnen editen wat ons plan vandaag was. Jasmijn gaat zo meteen nog even met haar moeder naar de stad. Maar ik ga ook naar de stad, want we hebben een hele leuke verrassing voor jullie. Want, dat zien jullie eigenlijk zo meteen wel. We kwamen toevallig vanmorgen iets op Facebook of op Instagram tegen. En dat gaan we jullie eventjes laten zien. Wat hebben we te vertellen, Jas? Nou, we staan hier in de etalage, hier in de winkel rechts van ons. Sta jij gewoon real life in de etalage? Nee, ik sta niet zelf in de etalage, maar ons werk staat in de etalage. Dus Tom gaat dat zo even filmen, maar we zijn een beetje bang om gesnapt te worden. Dus we moeten even sneaky doen. Rustig filmen. Hier staan wij. Dit is onze foto, superleuk om die te zien in de window. Een hele goede morgen. Het is zaterdagmorgen en zoals je misschien aan de rollen achter mij kan zien, ben ik weer in de studio. Ik heb vandaag één klant en Tom is hier ook, maar die gaat zo lekker even in zijn hokje zitten. Maar ik ga zo lekker even een uurtje fotograferen en daarna gaan we gewoon de hele dag lekker relaxen. En we hebben eigenlijk verder nog geen plannen voor vandaag. Gisteravond is er superveel gebeurd bij mij. Het staat echt helemaal nergens op. Jasmijn ging het niet halen. Ik ging een tafel met mijn vader halen van IKEA. Die hebben we voor 20 euro gekocht. Dat is een hele goede deal. Maar we moesten helemaal naar Tilburg. Dus wij naar Tilburg gereden. Toen kwamen we eigenlijk net langs een flat. Wij kenden iemand die in die flat woonde. Dus, en mijn vader die moest daar nog iets ophalen. En dat was een oud collega van mijn vader. En die ken ik ook heel goed. Die ken ik echt al. Ik denk medeleven. Dus dat was heel grappig. Dus toen hebben we hem even gebeld. Maar hij nam niet op. Toen gingen we even naar kijken of zijn auto er was. Nou, die was. Toen zijn we nog eventjes binnen geweest. We hebben nog even wat gedronken. En nog even lekker wat gepraat. Een uur, anderhalf uur. En toen gingen we terug naar huis. En toen besloten we eigenlijk om... mijn vader had geboden op een fietsendrager. En in één keer bij de afslag bij Ede. Kregen we in één keer een melding dat hij mocht komen. Dat hij akkoord was met de bot. En het was in Lundgren. Dat is helemaal niet zo ver. Dus toen hebben wij besloten om eigenlijk gelijk af te slaan, precies op het juiste moment. Want mijn vader moest het weer andere dag doen. Dus toen zijn we nog even naar Lunteren gegaan. Toen waren we nog langs Ede, want in Lunteren heb je geen pinautomaat. Nee, Ede hebben we natuurlijk op school gezeten. Dus ik zei tegen mijn vader, hey, ik weet nog wel een plekje waar een pinautomaat is. In verband met dat ik op school daar heb gezeten. Toen zijn we daar nog eventjes naartoe geweest. Dus uiteindelijk waren we om 11:30 thuis. Dat was dan best wel een latertje, maar heel erg leuk. Dus het is allemaal goed gegaan en daarna heb ik nog lekker vanmorgen kranten gelopen. Jasmijn heeft gisteravond een spelletje op Marktplaats gezet en dat wordt al flink opgeboden. We hadden een nieuwe 30 seconds en die is nieuw 30 euro, maar er wordt gewoon al 20 euro opgeboden. Echt. En is een nieuwe in de doos echt top. Dus dat is echt top, die hadden we dubbel. Dus dat is lekker en Jasmijn gaat nu fotograferen. Nou, het is inmiddels avond en we zijn lekker thuis aan het chillen. Maar ik ga even snel een cadeautje voor Tom inpakken voor in zijn schoen. Dus dat ga ik nu even lekker snel doen. En klaar. Een hele goede morgen. Inmiddels is het ongeveer 11:45 geloof ik, of 12:00 of zoiets. Maar inmiddels hebben we al heel wat gedaan. Vanmorgen waren we best op tijd wakker. Maar toen belde mijn vader of ik even iets voor hem kon komen repareren. Dus dat hebben Tom en ik even samen gedaan. Dan hebben we even lekker een broodje gehaald. Hebben we zojuist opgegeten. En we hebben om 1:00 afgesproken met Jendor. Dat is een vriend van Tom. En die komen uit Amersfoort. En die gaan we even een rondleiding geven door Deventer. Dus dat is een beetje wat we... Ja, wat we hebben gedaan en wat we nu gaan doen. En ik hoop jullie mee te kunnen nemen. Ik denk het wel, want ik doe zelf ook veel met YouTube. Maar we gaan het, we gaan het even zien. Nou, we hebben helemaal niet meer gefilmd toen we samen waren, maar we hebben het heel erg leuk gehad. We hebben eerst even een rondje gedaan door de stad. Een aantal kerken ook laten zien, dus even lekker gewoon een rondje binnenstap. Aantal leuke dingetjes laten zien. En daarna zijn we nog even richting de Haren gereden. Waar een aantal bunkers zijn. Dat vonden we wel even interessant om te laten zien. Omdat natuurlijk Nederland er heel anders had uit kunnen zien. Als die bunkers en het complex daar was gebruikt. Want dan had tijdens de Koude Oorlog had het dan alles laten onderstromen. En had Oost-Nederland zo'n beetje niet bestaan. Dus dat was wel heel erg interessant om te laten zien.
Goed, daarna zijn we nog eventjes naar de studio geweest. Hebben we daar laten zien. En ja, daarna zijn we lekker naar huis gegaan. Hebben we kaasfonduut. En dat was ook heel erg lekker. En ik heb zojuist mijn planner ingedeeld, zoals je hebt kunnen zien. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En hopelijk zien jullie volgende week weer. Doei doei!